Oh, welkom in Pareidolia Paradijs. Van die lampjes boven de straat. Ja, er is geen plek. Maar je gaat gelijk filmen. Ja, ik film je gelijk. Oh. Vind je het erg? In 1949 is het museum opgericht naar aanleiding van de 650 jaar stad Hattem. Oké. Okay. Er zijn de voermansschilderijen gekomen en sindsdien is het eigenlijk het Stadsvoerman Museum. Van de Daniel. Van de Daniel. Hey. Hey Daniel. Ik kom even zoek voor hem. Nu ga ik een tekening maken voor Ruud. Hallo allemaal, vandaag neem ik jullie mee naar Daniel Douglas, als ik het goed uitspreek. Toen ik besloot mijn huis te verlaten en te gaan wonen op een boot, zocht ik naar allerlei mensen en kanalen die ook soortgelijk iets hadden gedaan. En zo stuitte ik op het kanaal van Daniel Douglas. Het is een kunstenaar en die besloot dus Amsterdam te verlaten en naar Zweden te vertrekken. En Daniel maakt dus hele mooie kunstwerken en liet ons in video's weten dat hij terugkwam naar Nederland om in Hattem, en daar zit hem de kneep, want in Hattem was ik als eerste om te gaan kijken voor een schip. En uiteindelijk gaan we dus nu weer naar Hattem, waar Daniel zijn kunstwerken aan ons gaat laten zien. We zien elkaar in Hattem. Mensen, het is een lange tocht geweest. Ik ben nu in Hattem. Ik ga op zoek naar Daniel. Ik kon niet parkeren voor de deur. Het was hartstikke druk. En dat is ook logisch, want er zitten heel veel mensen bij hem. Maar welkom in dit mooie voermanmuseum in Hattem. Ja, dankjewel. Voermansschilderijen hangen. De schilderij van Jan Voerman senior en junior. En die is uit zijn eerste periode. Dus ik was later in Hattem gevestigd. Ja, met een echt een diepere geschiedenis. Ja, dit is prachtig toch, hè? Ja. In 1949 is het museum opgericht naar aanleiding van de 650 jaar stad Hattem. Okay. Toen zijn de voermansschilderijen gekomen en sindsdien is het eigenlijk het Stadsvoerman Museum. We gaan naar Daniel. We hebben ontzettend veel aanloop vandaag. We zijn ermee begonnen en we zitten nu op 128 bezoekers in het museum. En dat is echt heel veel. Ik heb een bezoeker voor je. Hey Daniel. Ik kom even zoeken. Hallo, welkom in Pareidolia Paradijs. Ga ik een tekening maken voor Ruud. Ja. Ruud, wat is jouw lievelingsdier? Dat blijft een hond. Een hond? Ja. Dan ga ik ook even vragen, want er staat hier nou toch de directeur meteen bij ons. Ja. Of die even een foto van ons samen maakt. Ik heb het gezien. Een hartje. Oh, een hartje, is dat zo? Ja. Foto voor Insta in de pocket. Terwijl we hier zitten, zitten we ook in de livestream van Daniel. Alsjeblieft. Kijk eens, super, gaaf man. Ja. Aan de achterkant van deze ansichtkaart maakt Daniel de tekening van de hond. En terwijl wij hier lekker zitten te praten, krijg ik een berichtje dat mensen ons zien via de livestream. Hoe gaaf is dat? Dit kan je zien bij Daniel op zijn kanaal. Je bent toch iets kleiner in het echt, hè? Ja, hè? In het echt. We gaan nog even wat kunstwerken van hem bekijken. En dan vertelt Daniel ook gelijk nog even wat erover. Ja, dit zijn de laatste vier schilderijen die ik heb gemaakt. Ja. En dit zijn dus allemaal schilderijen in de Pareidolia-stijl. Maar wat is nou Pareidolia? Dat is eigenlijk een woord voor wanneer je bijvoorbeeld naar de wolken kijkt en je ziet dus in de wolken een andere vorm dan de wolk. Dus een gezicht of een diertje of een beestje. En hier zie je dus, als je langer kijkt, hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Ja, dat is het mooie van die schilderij ook. Glimlachje, maar niet alleen hier glimlachjes, maar je ziet ook in de blaadjes ook. Gezichtjes, ja. Gezichtjes. Overal zitten. En bij dit schilderij, dit is trouwens geïnspireerd in Taiwan, want toen liepen we door de jungle op een gegeven moment, over die berg. En toen zag ik al die blaadjes, en zie je dus alleen maar groen blaadjes. En toen zag ik vind. En hoewel deze bergen me enorme inspiratie gaven, komt de inspiratie toch vaak uit een onverwachte hoek. Waar ik vooral heel veel inspiratie vandaan haalde in deze tocht, waren alle blaadjes van de planten die ik zag onderweg naar boven en terug naar beneden. Hele bijzondere vormen, aparte kleuren. Allemaal blaadjes, blaadjes, blaadjes. Jullie gaan hiervan zeker veel meer zien in de toekomst. Blijf het volgen als je wil zien wat voor schilderijen hieruit voortkomen. In mijn hoofd
zie ik het al helemaal voor me. We hebben heel veel planten, die bovenste blaadjes waren heel fris groen en dan werden ze steeds wat donkerder groen. En dan beneden waren ze helemaal bruinig en dor. En daar zag ik dus ook weer allemaal gezichtjes. En toen dacht ik, oh ja, kijk, zo gaat het dus eigenlijk, hè. Je bent eerst, zijn die blaadjes zijn heel vrolijk, fris en fruitig. En dan als ze ouder worden en zo, dan worden ze steeds gerimpelder en zagrijniger. En op een gegeven moment dan hebben ze het zijn oude, maar dit ben ik een beetje. Nee, dat ben ik niet. Dat zag ik wel in een kleivorm. Ja. Ja, ik ben nu kleivorm, zeg maar. En dan hier dan zijn ze dood. Ja. Maar dan de compost, dan komt er een nieuw plantje op. Ja, dus eigenlijk een soort levenscyclus lijkt het wel dan, hè? Van ja. Vers naar tot de grond en dan eigenlijk komt er weer wat nieuws. Ja, klopt. Ja. Hier dus ook, er staat ook weer van alles in, hè? Ik kan niet alles verklappen natuurlijk. Nee, ze moeten ook nog wat te kijken hebben natuurlijk. Ja, dit zijn de laatste vier grote schilderijen en dit is de eerste schilderij die ik heb gemaakt. Van de serie. Dus hier zat ik nog met de oude serie van mensen die verlicht worden door hun telefoon. Ja. Die zou een goed effect hebben. Dankjewel. In combinatie met pareidolia. Dus dit is een soort overgangsschilderij. Ja. Ja, over de expositie. Ja. Mijn kat die ik heb vereeuwigd. En dit is een schilderij van Voerman Junior. En dit is dus het Voerman Museum. En gewijd aan Voerman Senior en Junior, vader en zoon. En dit schilderij heeft mijn familie geërfd toen ik kind was, van een oud-tante. En die hing altijd in de gang en dat heeft me ook wel geïnspireerd om realistisch te leren tekenen en schilderen. Dus dat is echt een inspiratie geweest. En daarom is het ook zo tof dat ik weer hier kom exposeren. Dan stuur een cirkeltje een beetje rond weer en zo. Ja, en dit zijn alleen de landschappen. Ja, en de gezichtjes in de rondjes. Kijk, die fabriek, die spuwt ook allemaal gezichtjes uit. Ja, gaaf. Ja. Nou, dan hebben we hier Dutch Delight. Nou, er zitten veel elementen in die het Dutch Delight maken. Ja. Dus vinden heel veel mensen ook dit altijd heel mooi, hè? Delftsblauwe tulp. Ja. Maar er zit in jouw kunstwerken ook zoveel verstopt. Ja. Dat is ook echt zo, want hoe vaker je kijkt, zie je daar een gezichtje en dan kijk je verder en denk je, daar zit ook nog wat. En daar zit ook nog wat, ja. Hmm. Nou, heb je ook gezien dat, kijk hier, heb je dus de vaas. Ja. En die zit ook weer in het schilderij, hè? Oh ja. Hier ook zo. Ik sta hier op de livestream, maar die vaas zoals deze, ik weet niet, zie je die livestream ook? Deze zit er hier in. Ja, als het goed is, zie je mij nu een beetje... Ja, verdomd. Deze handen zijn vazen, die zitten hierin. Maar in heel veel verschillende schilderijen. Dus ik maak dan keramieke objecten die ik ook weer verwerk in schilderijen. Dus eigenlijk de gebruiksvoorwerpen die ik verwerk binnen schilderijen als objecten. Ja. Deze moet je mij in het echt bekijken. Blijven ze hier ook nog een tijdje hangen? Oh ja, tot 31 maart, hè? Oh, dus dan kunnen ze hier allemaal gewoon nog heen komen. Ja, zeker. Ik ben er alleen tot vandaag. Ja. Tot 31 maart, dan is de expositie. En dan eind maart, dan ben ik er ook weer bij, net zoals nu. Ah, en dan ga ik weer tekeningen maken waarschijnlijk, of misschien iets anders doen. Dan moeten we maar even kijken. Oké, nou, dat is goed dat je het zegt. Dan kunnen we de mensen gewoon nog even langs laten komen. Zeker, ja. Hier Pareidolia Paradijs. En dit is niet het eerste schilderij, maar wel een van de eerste. En die vond ik wel mooi om de expositie mee te beginnen. Eigenlijk loop je zo van hier naar daar. Ja. Maar de meeste mensen komen andersom, want dan zit ik daar zo te tekenen. En dan gaan ze eerst daar naartoe. Maar eigenlijk hoort het zo. Dat was hem. Okay, kom maar wel kijken. Tot 31 maart. Hey Daniël, super bedankt natuurlijk dat we eventjes een kijkje bij jou mochten nemen. Graag gedaan. En ik hoop dat er nog veel van mijn kijkers ook even een kijkje komen nemen. En dat is dus tot 31 maart, zoals je net zei, hè? Ja, klopt. Ja, dus jullie hebben nog tijd om de schilderijen in het echt te bewonderen. En er hangen echt heel veel leuke pronkstukken bij. Daniël, super tof dat ik je in het echt heb mogen ontmoeten nog. Leuk jij te ontmoeten. Ja, wie weet, eerdaags in de toekomst een kunstwerk in de boot. Je weet het maar nooit. Daar komen we op terug. Ja. Goed. Jongens, dat was hem. Ciao.